vind het gewoon fijn. Ja. Maar ik kan zo zeggen, tot de arts die kijkt en precies zien wat er los is. Ja, klopt. Ja. En dan kunnen we over praten. Ja, klopt. Dan staat hier alles maar met vragen en van. Ik schaam me altijd een beetje om te zeggen, maar ons consult duurt 10 minuten. Voor mensen met kanker is dat echt belachelijk weinig. We moeten dus zorgen dat we die tijd efficiënt gebruiken. En daar helpt die zorgmonitor ook voor. Je kunt namelijk veel meer bevragen en dan alleen maar daaruit pikken wat negatief scoort of slecht scoort of wat zorgelijk is. En dan kan je dus heel efficiënt je consult ingaan.